Ik ben Nataly Pas en ik heb die verhalen zo'n beetje gevolgd van Anansi. En ik heb de indruk dus dat het toch een symbool van vrijheid was. En zeker voor de slaven. En dat heeft me een beetje geïnspireerd om freedom te schilderen. Als kind heb ik dus die verhalen gehoord en dan de hele tijd niks meer gehoord. En nu weer. Zoals ik zei, ja, ik, Anansi, volgens mij, die slaven die hier waren, die, of overal in het Caribisch gebied, ook in Amerika, die hebben die verhalen overgenomen hier naartoe en die vertelden de hele tijd die verhalen aan elkaar. En volgens mij was Anansi, ja, het is een soort held voor hun, hè, omdat ja, hun waren ja, beperkt in hun handelen en Anansi die, ja, die neemt iedereen voor gek en doet zijn ding. Pero Jesus alanta un otro Ibiza. A mi si un tiner di chatiger, a mi si no. Wat anderen niet durven of te bang voor waren om te doen, hij deed het gewoon. En soms zonder nog te weten hoe hij het gaat uitpakken. Maar hij deed het toch. En dat vind ik goed, want in principe de enige manier om dingen gedaan te krijgen is door ze te doen. En als je dingen niet doet, dan weet je het gewoon niet. Compa Anansi, icha tigru, compa Anansi. Y a la fin, a la fan. Wij beperken onszelf heel veel in een heleboel dingen. En ja, je bent net zo vrij als je zelf wil, hè. Het kost niks. Vrijheid kost niks.